Van een vergeten boodschappenwinkel in Beuge tot een dorpshuis in Spoordonk. Van een dorpsboerderij in Waspik tot een winkelservicepunt in Sterksel. Op veel plaatsen in Brabant wordt de leefbaarheid praktisch verbeterd in IDOPS, integrale dorpsontwikkelingsplannen. Die IDOPS worden vanaf nu ook regionaal aangepakt. Het is goed als al onze ervaringen die we in de IDOPS in de gemeentes hebben opgedaan in de kleine kernen, om leefbaarheid hoog op de agenda te houden en daar met elkaar aan te werken, als we dat ook gaan uitbreiden naar de regio. Want er zijn nou eenmaal voorzieningen voor mensen in al die dorpen die niet in elk dorp aanwezig kunnen zijn. Kunnen we eens een voorbeeld geven? Nou, dan gaat het bijvoorbeeld over de sportterreinen en het zwembad, maar ook over de woningbouw, over zorg- en welzijnsvoorzieningen. Die zijn niet allemaal om de hoek meer te realiseren. Iedereen is aan het zoeken naar hoe zorgen we nou dat het toch bereikbaar en beschikbaar blijft. En daar moeten we met elkaar in een regio over nadenken. Regionaal samenwerken biedt de luxe dat je kennis bij een grotere gemeente en kennis bij kleinere gemeenten bij elkaar kunt brengen. En door de grootte die je dan krijgt ook hele specifieke kennis kunt organiseren. Het is juist de bedoeling dat we het lokale, wat lokaal is vormgegeven, dat we dat vasthouden. Maar soms kan je dingen lokaal vormgeven, maar regionaal organiseren. Zodat je in de organisatie, achter de schermen, regionaal samenwerkt. De rol van de provincie is vooral het lokale plan een zetje geven. We zijn veel meer coach dan dat we de leiding hebben. Want ik vind dat dit echt een onderwerp is wat vooral de mensen zelf in die kernen en in die regio's op moeten pakken. Samen met hun lokale bestuurders. Mijn tip is dat mensen op zoek gaan naar kwaliteiten in het dorp zelf. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen ergens goed in is en een steentje kan bijdragen, letterlijk of figuurlijk, aan het ontstaan van een dorpsplan bijvoorbeeld. Het is zonder meer zo dat als iedereen betrokken is in een regio bij het ontwikkelen van voorzieningen en van het verbeteren van de leefbaarheid, hoe meer betrokkenheid, hoe beter de uitkomst. En vooral van de mensen zelf, die weten het beste wat er leeft.